Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 3 mei. Vandaag in het journaal. Dit zijn de hoofdpunten voor het COVID-19-journaal vanavond. Epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat geeft een heldere uitleg over de mutaties van het coronavirus en waarom er lockdownmaatregelen nodig zijn. Het coronavirus verspreidt zich nu ook sneller in Nepal en Thailand. De angst in Bangladesh en Pakistan neemt toe. Wanneer een virus zich vermenigvuldigt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen. En zo ontstaan er steeds verschillende varianten. In de meeste gevallen is de verandering of mutatie zo klein dat het bijna geen invloed heeft op hoe ziek je wordt en hoe het virus zich verspreidt. Soms zorgt een verandering er wel voor dat een virus zich anders gedraagt en bijvoorbeeld gemakkelijker verspreidt. Epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat gaf een zeer interessante thesis over de COVID-varianten. De Manaus-variant is voor het eerst ontdekt bij een passagier in Japan die afkomstig was uit Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Nou, dus het Manaus-variant is het heet Manaus-variant omdat het eigenlijk als eerst in Manaus werd gedetecteerd. Het werd eigenlijk als eerst in Japan gedetecteerd voor iemand die uit Manaus kwam. Dus het was duidelijk dat het in Manaus werd gecreëerd. En die varianten die ontstaan nadat een hele hoop virussen zich hebben gerepliceerd. Eigenlijk telkens als een virus in je lichaam komt, maakt hij een kopie van zichzelf. En dan kopieert hij en dan kopieert hij en dan kopieert hij en dan kopieert hij. En dan, bij het kopiëren worden er fouten gemaakt, toch? En soms in die foutjes dan veranderen er samenstellingen. En het virus heeft één deel waarop hij inhaakt op je cel. En dat noemen ze het spike deel. En als die varianten in dat deel wijzigen, toch, dan wordt hij eigenlijk agressiever. Soms krijgt hij twee haken, soms krijgt hij meer haken. Dus eigenlijk wordt dat de manier waarop dat virus je kan aanvallen, wordt erger. En die Manaus variant die heeft dus op een specifiek deel een verandering gemaakt. En die Britse variant ook weer op een ander deel. Maar het zijn delen van dit virus die eigenlijk essentieel zijn bij het eigenlijk binnendringen van je cel om je ziek te maken en het vermenigvuldigen. Dat virus dringt je cel binnen, toch? Het valt je aan. En daar om een reactie te krijgen, vermenigvuldigt hij zichzelf. En dan kopieert hij zichzelf, hij repliceert. En bij dat repliceren moet hij eigenlijk dezelfde structuur krijgen. En die structuur bestaat uit allemaal kleine proteïnen. En daarin heb je een aantal die essentieel zijn. En als bij die kopie, stel als je iets kopieert in een kopieermachine en je stoot er even tegen. Dan krijg je een bruin vlekje of een donker vlekje of zo. En sommige vlekken zijn niet belangrijk, want je kan nog steeds alles lezen. Maar wanneer er een streep komt uit het belangrijkste deel wat je wil lezen, dan is dat vervelend. En dan is dat dan een essentieel belangrijke mutatie die je proces verhindert. Zo ook bij het vermenigvuldigen van die virussen. Bij het repliceren worden er ook foutjes gemaakt. En dus een virus komt in miljoenen, 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 miljarden, miljarden, miljarden. Eigenlijk kattenmiljoen zeiden ze vroeger toch? Zoveel maal wordt het vermenigvuldigd. En als er zoveel mensen ziek zijn, dan wordt het nog meer en meer en meer en meer vermenigvuldigd. Dus in die grote hoeveelheden, vooral in die grote landen, zoals Brazilië, Engeland, Indië, Amerika, daar krijg je dus eigenlijk meer varianten. Eerst wordt het een variant of interest, want hij is interessant, hij heeft een plekje. Want er zijn die plekjes waarvan men weet van, oh, deze plekjes zijn gevaarlijk, daar is een verandering. Laten we kijken of deze ook een engert is. Maar sommigen hebben wel op dat plekje een verandering, maar het is niet zo ernstig. Bijvoorbeeld die P2-variant die we al eerder hadden, die heeft ook op een essentieel deel een verandering. Maar die verandering bleek uiteindelijk toch niet zoveel vervelende dingen te veroorzaken. Die hadden we voor die Manaus. Dus die was wel, het is een variant, oké, het is interessant, hij heeft op die plek een verandering, maar hij bleek toch niet zo veel ernstige effecten te hebben. Dus als hij of interest is, dan bekijk je hem beter. En hij wordt van concern,
Als je ziet, die mensen heeft besmet meer mensen. Die mensen worden sneller ziek in een kleinere tijd. En die mensen worden ernstiger ziek. Voor alle varianten van het coronavirus geldt, houd je aan de maatregelen. Laat je zo snel mogelijk testen bij milde klachten en volg isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op. Deze protocollen zullen nageleefd moeten worden als we verder verspreiding van het virus willen indammen. Dr. Krishnadat vertelt hoe snel de verspreiding kan plaatsvinden. Als je een bal hebt en die bal heeft twee dingen waarop je kan inhaken om je ziek te maken, dan gaat hij je snel ziek maken op de snelheid van die twee. Maar als er nou een derde haak bij gecreëerd wordt, dan kan hij je sneller pakken. Dus dat is die mutatie, er is iets aan veranderd, waardoor hij sneller blijft kleven aan je cel, sneller naar binnen gaat en sneller je ziek maakt eigenlijk. Maar het feit is omdat, kijk, als er 1 op de 100 mensen erger aan toe zijn en naar de intensive care moeten gaan, door die variant heb je niet ineens 100 mensen in een dag, je hebt ineens 200 mensen in een dag of 300 mensen. Dan heb je ineens 3 mensen die naar de intensive care moeten gaan, want 300 mensen zijn ziek. Dus dat is wat er gebeurt. In een kortere tijd worden meer mensen ziek, waardoor meer mensen in een kortere tijd ook ernstigere behandelingen nodig hebben. We hebben clusters gezien waar je en de Britse en de P1 variant hebt in banken, in een bank met name. En dat geeft aan dat het personeel daar zich niet goed houdt aan regels. En of het nou thuis is of op die bank, er wordt daar zowel P1 als Brits, ik bedoel, en de gewone variant. Ik bedoel, als dat, dus het is niet 1 persoon die daar is gekomen en mensen ziek heeft gemaakt. Ze komen allemaal en maken elkaar ziek. Ze komen allemaal en maken elkaar ziek. De verspreiding gaat dus sneller dan u zich kunt indenken. De lockdownmaatregelen zijn ook niet zomaar ingevoerd om u als burger onaangenaam te zijn. De uitleg van Dr. Krishnadat is klare taal. De lockdownmaatregelen zijn er om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dus een lockdown is een restrictie van beweging. En eigenlijk, waarom er een lockdown wordt gezet, is omdat mensen zich moeten beperken in het maken van contacten. Als je normaal dagelijks 20 mensen ontmoet, heb je de kans om 20 mensen te besmetten. Door die lockdown worden dat 4 of 5 de mensen in je huis. En dan ook nog dezelfde mensen die je elke dag ziet. Dus de kans dat je iemand besmet, wordt veel, of dat iemand jou besmet, dat is nog vervelender, wordt vele malen kleiner. En elke persoon die besmet raakt, je raakt vandaag besmet. 4, 5 dagen lang voel je niks, de 6e dag ook niet, maar je begint al mensen te besmetten zonder dat je iets voelt. Dus jij die op straat loopt en denkt, ach ik heb toch niks, ik kan overal gaan, je weet niet of je besmet bent. De 6e, de 7e dag begin je meestal klachten te voelen of soms de 5e al, maar soms nog wel tot de 14e dag. Dus al die dagen kan je iemand lopen besmetten en sommige mensen voelen nooit klachten. Maar ze besmetten mensen. En het ding is, jij besmet misschien 1 mens, maar die ene persoon. Je hebt sommige mensen, ik weet niet precies waaraan het ligt, maar sommige mensen hebben een sterkere manier van praten, een sterkere manier van zijn. Dus ze kunnen meer mensen tegelijkertijd besmetten. Vooral als ze hun mondkap niet opdoen en overal praten. En als ze veel mensen gaan dingen. Dus door je biologie, dus of je een persoon bent die krachtig zich kan uiten, door je beroep, als je veel mensen op een dag de hele dag moet zien, door de manier waarop je je beroep uitoefent, als je het met een mondkap doet of met op afstand of als je iedereen brassers loopt te geven, al dat soort dingen maken uit en zorgen ervoor dat er meer besmettingen zijn. De overheid die ziet dat. En heeft je gevraagd om in je huis te blijven? Heeft je gevraagd om niet naar feest te gaan? Heeft je gevraagd om X en Y niet te doen? En het is jammer dat jij de persoon bent die dan in huis moet blijven, die misschien je groenten wil gaan verkopen en nooit naar een feest gaat, maar om toch ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in huis blijven, kondigt men een lockdown af. En eigenlijk is de bedoeling van die lockdown erop gericht dat mensen elkaar niet ontmoeten, niet met elkaar praten en geen dingen doen zodat er geen verspreiding van ziekte is. Omdat die verspreiding snel gaat in een korte tijd.
Meestal is die verandering of mutatie zo klein dat het bijna geen invloed heeft op hoe ziek je wordt en hoe het virus zich verspreidt. Soms zorgt een verandering er wel voor dat een virus zich anders gedraagt en bijvoorbeeld makkelijker verspreidt. Op 4 mei start de tweede ronde van personen die hun tweede prik moeten ontvangen. Op vragen van journalisten over de beschikbaarheid van het aantal vaccins geeft de minister aan dat via de COVAX in de eerste week van mei we 28.800 vaccins mogen verwachten. Het gaat niet om een donatie, maar die zijn betaald geworden door het bedrijfsleven. Wij hebben op dit moment, starten wij 4 mei met de tweede ronde van alle personen die zijn gevaccineerd. U weet dat we in Suriname alleen het AstraZeneca vacccin hebben. Vooralsnog hebben wij verzoeken ingediend bij onze bevriende naties, collega's van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid. De twee grootste waar wij nu naar kijken zijn Amerika en Nederland. Wij hopen daar spoedig meer inzicht te krijgen. Maar u weet dat wij vanaf het begin ons al hebben gecommitteerd aan de COVAX, het COVAX-initiatief. En bij COVAX hebben wij dus hopelijk conform plan de eerste week van mei 2021 hebben wij onze 28.800 AstraZeneca vaccins binnen die zijn betaald door het bedrijfsleven. Dat moeten we zeggen en bedanken. Ook daar bij het bedrijfsleven. Het is een bedrag van 128.000, pakweg 130.000 Amerikaanse dollars tot Suriname. We hopen dat in de eerste week van mei ingeklaard te hebben. En dan kunnen wij feitelijk gewoon door met ons programma. Maar met de 28.800 vaccineer je feitelijk maar 14.400 personen. Want iedereen moet 2 doses krijgen. Dus er ligt nog een derde tranche van COVID-vaccins op schema voor de eerste helft van 2021. Dat is ook een aantal van 28.800 vaccins. Die moeten nog betaald worden. Wij hopen, ik heb een overzicht gehad van de bedragen in het COVID-vaccinfonds. Wij gaan dat betalen. En we hebben een bedrag in oktober vorig jaar gestort voor COVAX van 740.000 Amerikaanse dollars. En dat bedrag, daar hoeft de samenleving zich geen zorgen over te maken. Het bedrag zit veilig bij COVAX. Dat is een down payment die wij hebben gedaan. En wij hebben de tweede helft van 2021 zijn wij geallockeerd voor 155.000 AstraZeneca doses. Dat betekent dat wij dan in de tweede helft van 2021 feitelijk de betaling al hebben afgerond. En dat wij dus gewoon wachtende moeten zijn op de levering, de distributieplan van COVAX voor Suriname. Wij denken dat het ook hetzelfde principe zal zijn dat wij elke maand rond de 20.000 tot 30.000 vaccins hopen te verwachten uit COVAX. En dat zal in ieder geval ons plan degelijk kunnen ondersteunen. Coronavirus verspreidt zich nu ook sneller in Nepal en Thailand. Angst in Bangladesh en Pakistan. In de schaduw van de coronacrisis in India stijgen nu ook de besmettingen in omliggende landen. In Thailand is er de voorbije week een piek geweest, maar ook in armere landen zoals Bangladesh en Nepal stijgt het aantal besmettingen en slachtoffers erg snel. Er wordt ook gevreesd dat de Indiase variant zich door contacten in de hele Indische Oceaan zal verspreiden van Oost-Afrika tot Zuidoost-Azië. Wij sluiten dit journaal af met pastor Harold Pultu, die speciaal voor de samenleving en in het bijzonder de COVID-19 getroffenen in gebed gaat. We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering van dit journaal, welk dagelijks te volgen is op de verschillende tv-zenders. Ook op de Facebookpage van het ministerie van Volksgezondheid kunt u deze afleveringen terugvinden. Blijf veilig en wees goed voor elkaar. Graag uw aandacht voor pastor Pultu. Vandaag spreekt u wederom tot uw pastor Harold Pultu en ik wil vandaag toch wel een bemoediging naar u uitspreken. Een bemoediging omdat we zien dat COVID hard toeslaat. Velen zeggen het is er niet, anderen zeggen het is er, anderen dramatiseren weer. Maar als we kijken naar de ziekenhuizen, naar de opnames, IC,
intensive care, dan zien we dat het hart toeslaat. En vandaar dat ik als pastoor geen eigen ding zal zeggen. Ik bemoedig mijn broeders en zusters, maar vooral de geestelijke leiders, om de schapen toch wel moed in te spreken. En dat zal ik een voorbeeld daarvan geven. Kijk, heren, de discipelen vroegen de heren van, wat is het hoogste gebod? En het christendom is het hoogste gebod. Heb de God de Vader lief met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je verstand, geheel je kracht. Maar gelijk daaraan, je naast als jezelf. Zo. En verderop zegt de Heer in Spreuken 3 vers 6. Ik kijk even. Dat, ken hem in al uw wegen, dat zal hij paden recht maken. Toch? Misschien weten wij als geestelijke leiders niet waar we naartoe gaan. We kijken naar de overheid die naar onze mening misschien wisselvallig beleid hebben. Maar wij moeten weten van dat wij de Heere in al onze wegen moeten kennen. En dan zal Hij onze wegen, paden recht maken. En wat is de weg? De weg is de weg van het hoogste gebod. En dat is de liefde. En daarom zegt de Heer, de sterke ondersteunen de zwakke. Kijk, het heeft helemaal geen zin voor ons als leiders om allerlei vragen te gaan stellen. We hebben dat, we brengen meer ongewild, meer verwarring in de zaak. Wat we moeten doen is onze schapen, onze mensen, maar ook degene die de Heer nog niet kennen, die liefde gaan tonen van, hey, deze mensen, terwijl wij zo angstig zijn, we zijn zo bang, zijn zij zo rustig. En juist praten ze over liefde en ze zijn zo ontfermend bezig. Het is een kans. Elke woestijn brengt een kans. En wat is een kans? De kans is om mensen te gaan bemoedigen, te bereiken met het evangelie. Dus ik wil daarom zeggen, net als Paulus, hij vermaande de oudsten. Ik zal citeren in 1 Petrus 5 en daarmee ga ik gelijk eindigen. De oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudsten en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. En wat zegt hij verder? Hoed de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerende over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. Wanneer de opperherder verschijnt, Jezus Christus, zult gij de onverwerkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij jongeren, ziet u, jongeren, Paulus praat ook tot jongeren, onderwerp u aan de oudsten. Omgord u allen jegens elkaande met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge ten tijde zijner tijden. Werp al uw bekommernis op mij, want hij zorgt voor u. En nog één laatste, word nuchter en waakzaam, uw tegenpartij. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hiermee wil ik u zeggen dat wij niet de moed moeten verliezen. Kijk, er was een pest, er was een cholera, er waren zoveel ziektes die honderden miljoenen mensen slachtoffer heeft gemaakt. Velen zeggen die COVID is maar een kleine met een paar 15, 20 miljoen mensen die overleden zijn over de hele wereld. Ik zeg het is ernstig. Wat wij moeten doen, broeders, zusters,
is die bemoediging aannemen en ons niet gaan verslappen, maar bidden, vasten en de mensen oproepen om krachtig een wapen dat in onszelf is, er tegen te richten. De liefde en vooral bidden voor de overheid. COVID zal weggaan, net zoals alle anderen weg zijn gegaan. Het zal weggaan, maar nu wil ik dit zeggen. Laten wij een voorbeeld zijn. Laten wij die hoeders zijn van de schapen. Trouwe Vader, dank u Heer dat ik mag bidden via Lime TV. Zegent u deze televisiestation, dat zij, Heer uw God, ook het woord van u in de ether willen gooien. Heer, dank u dat u alle Surinamers, maar vooral degenen die ongewild in het ziekenhuis, in de intensief care liggen, de kinderen die waarschijnlijk ook besmet raken nu, wij leggen allen in uw handen en wij danken u dat u ook hieraan ons zal laten zien dat u de ultieme overwinnaar bent. Dank u, Vader, dat wij samen met u meer dan overwinnaar zijn over COVID en komende hobbels. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen.